Welkom terug in de eerste show. Vanavond is er geraakt op Libelle TV met een opmerkelijke documentaire over hoe we naar mensen kijken, over hoe we over hen praten en of dat kijken en praten ook racisme is. Een fragment. In the UK, the racism is very subtle. It's very subtle. It's standing in a queue, waiting to be served, and the lady at the desk or the reception serves the person behind you. Or the person, the white family that's just walked in through the door. Or my son running for the bus and getting stopped by the police. Why are you running? I'm running for the bus. Ja, heel subtiel zegt hij. Dag Siham, heb jij daar zelf ook al mee te maken gehad met racisme? Zelf heb ik er gelukkig nooit mee te maken mee gehad. Maar mogelijk, omdat ik het ook uitstraal, dat het mij ook niet zou raken. Ja. Dus voor mij is het denk ik heel belangrijk. En het is wat ze zegt, heel subtiel, het bestaat. Hè. We moeten vooral erkennen dat mensen nog niet gewend zijn om met elkaar samen te leven in onze samenleving. Dat er heel veel vooroordelen zijn, clichés, stereotype beelden en erratie aan delen worden geslagen. Denk ik dat, dat wij daar als mensen, als nieuwe generatie, zeg maar, anders tegenover moeten gaan beginnen staan door ons vooral niet erin te laten meeslepen. Nee, want er wordt heel veel gedaan over integratie. Ja. En iedereen moet zich integreren. En ik begrijp dat jij dat woord een klein beetje haat. Hè? Dat je daar eigenlijk niet... Ik vind integratie, hoe dat het al jarenlang wordt gebruikt, is voor mij een volledig verkeerde insteek. Men gebruikt integratie als iemand van een andere etnie die zich moet aanpassen. Ja, en hoe zie jij het dan? Integratie is iets wat je hele leven lang doet. Is iets wat voor één ieder van ons stelt en is eigenlijk u op een manier wendbaar opstellen voor onze maatschappij in verandering. En dat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor iedereen in de zaal, voor de jongeren waar we mee werken, voor onderwijzers. Dat betekent eigenlijk meegaan met onze maatschappij en er uiteraard voor zorgen dat je binnen het wettelijk kader je ding kan doen zonder bepaalde wetten te overtreden. Bedoel je dan je eigenheid behouden, maar toch aangepast zijn aan jouw omgeving? Absoluut. Ik ben een vrouw, 27 ondertussen. Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb Marokkaanse roots, waar ik heel trots op ben. Ik straal die ook uit, omdat dat gewoon een deel van mezelf is. Maar ik ben niet geïntegreerd omdat ik de Nederlandse taal machtig ben. Ik ben niet geïntegreerd omdat ik hier school heb gelopen. Nee, ik ben aan het integreren, mijn hele leven lang. Omdat ik in onze maatschappij eigenlijk gewoon met heel veel hoesting mijn ding wil doen. Ten dienste staan van onze maatschappij ook. En eigenlijk mij een beetje, zoals één ieder van ons dat zou moeten doen, op een positieve manier tracht in te zetten hier. Maar jij bent dan opgegroeid in twee culturen eigenlijk. Hoe heeft jou dat bepaald? Ja, ik denk als kind uiteraard, zeker omdat ik in de jaren ben opgegroeid als kind, toen het Vlaams Blok toen nog heel hard opkwam. Ja. En je merkte uiteraard wel in je omgeving hoe zelfs kinderen dingen van thuis uit hoorden. Ik heb niks tegen u, maar... dat heb ik wel gehoord. Hè. Ja. En als kind heb ik mij daar denk ik al zeer bewust tegen afgezet. Mijn hele leven lang. Zo hard dat ik mezelf begon in te zetten voor nogmaals één ieder van de klas. Ja, het kan natuurlijk heel erg raken. Hè. We gaan nog eens kijken naar een uitspraak uit de reportage van vanavond. Let's agree to disagree. But there was the assumption that racism is only particular for people who are black. And I don't actually agree with that. I think there's racism for white people just as much. I've been in the situation many times where I've had remarks made about my person, the fact that I'm white, that I'm blonde, that I'm getting old or whatever. I've come across just as much discrimination in my life as possibly many black people have. Wat vind je van deze uitspraak? Ik denk dat het een goed voorbeeld is van ons wij-zij-cultuur. Ja. Er is altijd een tweerichtingsverkeer. Er zijn heel veel mensen die zich door vooroordelen uiteraard laten beïnvloeden. Dus sowieso kan ik mij inbeelden dat die vrouw inderdaad ook geraakt wordt door bepaalde zaken vanuit een andere kant. Ja. Maar het toont gewoon dat er een heel grote wij-zij-cultuur is en dat we na 50 jaar migratie bijvoorbeeld, Marokkaanse-Turkse migratie, nog steeds niet spreken over wij en zij, maar wij versus zij. En dat zal eigenlijk niet mogen tellen de dag van vandaag. Wat moet er dan veranderen, opdat dat beter zou worden? Ik denk vooral niet meer spreken over de dingen, maar het zijn niet meer spreken over diversiteit, maar het zijn
Ik denk dat het heel moeilijk is om mensen van die leeftijd, vanuit een documentaire bijvoorbeeld, om hen nog te keren in percepties. Ja. Ik denk dat het heel moeilijk is. Ja. Dus mijn missie is vooral ervoor zorgen dat die nieuwe generatie op een positieve manier naar elkaar toe en kijkt. En ik zie dat dat wel werkt. Ja. De nieuwe generatie spreekt anders over de maatschappij op een positieve manier. En gelukkig maar, want jij bent de drijvende kracht achter Let's Go Urban. Ja. Kan je eens even uitleggen wat dat is? Let's Go Urban is een organisatie die zich eigenlijk in grootsteden vestigt. Dus vandaar urbanisatie, verstedelijking. Een dynamische organisatie die investeert in de nieuwe generatie. Als reactie eigenlijk een beetje weer tegen alle actoren, middenveld, beleid, media die niet ambitieus genoeg zijn voor de nieuwe generatie en geen perspectieven bieden. Concreet bieden wij hen alles rond passie aan. Dans, muziek, sport, acteren. Doen we ook bijvoorbeeld. We bieden ze workshops aan. We zijn 7 op 7 actief. We hebben een 800-tal jongeren per week die bij ons over de vloer komen. En jongeren van allerlei soorten, nationaliteiten, achtergronden, afkomsten? We hebben een 100-tal etnische achtergronden. We hebben de rijkste en de armste in huis. En dat bedoel ik, wij spreken niet over diversiteit. Ik spreek niet meer over integratie. Wij zijn het gewoon. Ja, super natuurlijk. Ja. Je hebt er ook een boek over geschreven. Ja. Believe. #believe. En waar staat het boek voor? Wel, het is een pleidooi enerzijds naar die nieuwe generatie van hey, kijk rondom u, we hebben een luxe. Vlaanderen is de meest welstellende regio en het klopt, er is heel veel ongekwalificeerde uitstroom, heel veel drop-outs uit ons onderwijs, terwijl dat toch wel de sleutel tot participatie is. Er is inderdaad een armoede, 19% in kinderarmoede. Ja. Er is heel veel negativiteit rond de nieuwe generatie. Goed, maar je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid als lid van die nieuwe generatie. Ja. En het is mogelijk. Anderzijds, om het mogelijk te maken en kansen te genereren, spreek ik naar alle actoren, welzijnssector, politiek, media, beleidsmakers, noem maar op, de jeugdcentra. Ja, spreek ik hen ook aan, een pleidooi naar hen toe om ambitieus te zijn, om onze steden te zien als broedplaats van talent, van creativiteit, van innovatie. Maar hoe moeten zij dat dan aanpakken om jongeren bijvoorbeeld gelijke kansen te gaan geven? Ja. Vooral door de condities, namelijk infrastructuur, door aanbod te voorzien, ook op momenten dat er geen school is. Ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Momenten dat er geen school is, tijdens de zomervakantie, sluit iedereen zijn deuren, cultureel seizoen stopt, sportclubs stoppen, jeugdcentra sluiten de deuren. Op het moment dat jongeren veel tijd hebben, is er niks te doen. Ja. Dat is een probleemvraag. Je moet net dan juiste condities scheppen om ervoor te zorgen dat je ook dan in die jongeren investeert. En goede invloeden geven eigenlijk op dat moment. Terwijl ze op een hele leuke manier, en dat doe jij met jouw Let's Go Urban. Hè? Ja. Ja. Ik denk vooral daarom, belief, hen het geloof geven in zichzelf. Ja. Ik vind het een fantastisch verhaal. En ik hoop dat er nog heel veel jongeren de weg vinden naar jullie toe. En dat er nog heel veel positieve verhalen uit mogen komen. Dank je wel. Dank je wel. Merci.